gooi wat in mijn schoentje. Kinderen laten zich graag verrassen als ze de schoen zetten. Maar dat geldt niet voor kinderen met autisme. Die horen het liefst vooraf wat er in de schoen wordt gestopt. Hoe vier je Sinterklaas met een kind met autisme? Autisme TV is op zoek naar tips en adviezen. Reageer via Facebook, LinkedIn, Twitter of mail. Misschien haalt uw tip onze top 10. Op zondag 1 december maken we deze top 10 bekend. Voor Sinterklaasfeest zonder stress. www.autismetv.nl